Goedemorgen, lieve mensen. Ik ben even een shoppingroute aan het uitstippen. Velserbroek. Loppes Velserbroek. En ik ga per kringloop een vlog maken. Dus ik heb al mijn editwerk af. Dus ik heb nu tijd om echt de hele dag bijna wel te gaan filmen. Dus ik dacht, ik doe zo'n kringlooptour, want het is begonnen met de groene ezel. Die is door jullie echt 1000 keer getipt. Maar elke keer als ik kon kringlopen, was die net niet open. Dus ik ga eindelijk naar de groene ezel en daarna ga ik lekker iets van 3-4 kringloopwinkels doen. Even kijken hoeveel energie ik heb natuurlijk. We zitten allemaal op de route naar de groene ezel, want die gaat pas om 12 uur open. Die is van 12 tot 4 open en maar een paar dagen per week. Dus dan ga ik eerst naar die andere en dan eindig ik daar waarschijnlijk. Dus Loppes Velserbroek. En er tegenover zit ook nog een kringloop. Kringloop Velserbroek. Je weet nooit of het ook echt een kringloop is. Of ja, het ziet er wel echt uit. Die gaat ook om 10 uur open. Ja, normaal begin ik altijd mijn werk met mails, editwerk. En dan tegen de tijd dat ik kan gaan kringlopen, kan ik er echt maar 1 doen voordat ik weer terug moet. Dus ik dacht nu, hè, ik heb de hele dag. Dat is ook wel een keer relaxed. Ik heb gewoon zin in nieuwe. Dat is toch iets wat wij doen. Ja, jullie misschien ook. De magie van een nieuwe kringloop is toch iets anders dan, oh, ik vind die kringloop geweldig. Dat is ook een fijne ervaring als je gewoon weet waar alles staat. 1, 2, 3, 4, 5. Ik weet niet of ik dat echt red. Soms is de energie ook op, maar dat komt dan ook omdat ik het vaak doe nadat ik al 1000 dingen heb gedaan. Dus misschien kan ik nu al heel lang door. Ik zie jullie zo. Ik heb dit aan. Dit vind ik mooi. Een drinkje is dit. Ja, ik wil gewoon iets wat bestendig is met voor de jaren. Loppes Velserbroek. Ja, ik weet het niet met al die dorpen wat waar begint en eindigt. Een hele discussie gaande over de doorkas in Zaandam, Zaandijk, Zaanstad, Zaanstreek. I don't know. Maar we zijn er en volgens mij ben ik hier nog nooit geweest. Nee? Moeilijk parkeren. Alles staat vol. De winkel is echt nu net open. Dus er zitten veel sportscholen en zo. Dus ja, dat is wel even waar je op moet letten. Oh, ik ben hier wel geweest. Oepsie. Hallo. $38. Heerlijk schoentje. $6,85. Het is wel een heerlijk kort broekje, maar het is wel heel transparant. En ik weet het alweer. Ik weet al, ik was hier een keer met Samme en toen schrok ik wel een beetje van de prijzen van de kleding. Dus ja, als ik het heel gaaf vind, vind ik het goed, hè. Maar je wordt toch een soort van kritischer daardoor. Deze vind ik wel heel leuk. Een flare. Hij is $5,95. Vind ik een goede prijs. Kijk, dit is een hele fijne kwaliteit. En hoe schattig die kraaltjes hier. En deze hoed. Ik heb nu een knotje. Ik weet niet. Een beetje prairie-achtig, toch? Ja, hij moet wel voor. Net te klein ook. Ik voel denk ik zijde. Ja. 100%. Oh. Jammer. €35. En ik dacht dat dit echt een kwaliteitsstuk is. Ik wil wel even proberen. Een heel leuk bodywarmertje. Even in de spiegel kijken. Ja, hij is wel mooi, maar geeft toch niet de uitstraling die ik dacht. Komt ook door die staande kraag.
Ik heb een hele leuke sieraden hier gevonden. Lekker elastiek. Ik ga hier zo nog helemaal failliet, want ik zie hier een geweldige laars in mijn maat, maar die is 75. En die zijde blouse heb ik ook nog in mijn hoofd. Ik ga wel even passen. En even opzoeken waarom dit zo duur moet zijn. Echt heel cool uit. Ja, hij zit heel lekker. Heel cool. Waarom is dat zo duur, jongens? Is dit een merk of zo? Ik ben het even aan het opzoeken. New Rock. Een paar. New Rock. Laars. 319 bij Nelson. Ik heb het even op Vinted opgezocht. Deze schoen is ook helemaal afgetrapt. Die is 150. Dus het is echt wel pricey. Maar ik doe ze even in mijn mandje. Ik vind ze wel heel cool bij alle mantelpakjes en zo. Om het wat stoerder te maken. Weet je wel, die estate mantelpakken. Ja, en hoe kan dezelfde persoon deze en deze zijde top in één mandje? Hoe kan dezelfde persoon dit beide heel mooi vinden? Ja, het is toch kwaliteit. Het is beide kwaliteit. Het is geen goede winkel, jongens. Je failliet. Ja, tuurlijk. Ja. Je wordt gefilmd nu, hè? Vind je dat goed? Wil je wel in de vlog? Zal ik hem zelf vasthouden? Ja. Ervaring heb ik. Alsjeblieft. Hoi. Ja, ik kwam, hoe heet jij? Bert. Bert net tegen. Die zei dat hij door mijn vlogs ook meer is gaan kringlopen. Of eigenlijk is begonnen met kringlopen, toch? Ja. En een andere kledingstijl heeft ontwikkeld daardoor. Nou, dat is natuurlijk een heel leuk effect van de vlogs. Dat meer mensen gaan kringlopen. Ja, dit is mij dan te functioneel. Ja, hoe langer ik over die laarzen nadenk. Ik bedoel, ik ben al jaren op zoek naar laarzen met plateau. Die, ja, het tuttige van een look een beetje kunnen compenseren. Want laarzen wil ik aan met rokken en jurken. En die hebben vaak wel iets nodig om even uit te leggen dat ik niet alleen maar die dressy smaak heb. Het zijn echt kanshebbers. Het is ook een heel mooi t-shirt. Dat zie ik aan de rib. Een hele mooie, ja, dunne, platte rib. Die beige met zwart komt toch een beetje over als... Maar ik ga hem wel even passen. Hij heeft maar 3,95. Ook wel cool. Hele lekkere kwaliteit. Peached. Een soort jurk wel. Mooi ding, maar om nou zo'n beige jurk met een gat? Nee, dat ga ik denk ik niet dragen. Dit schatje. Oké, dus ik ga deze zijde top van Joseph Jenard. Ken ik niet, maar ik vind het gewoon heel mooi met een hoge ronde hals. Een lange mouw. Deze rok ga ik ook even passen met mijn laarzen. Ik heb even bij de kassa de andere opgehaald. Kijken of ik het cool vind met een tuttige rok. Want dat is waar ik het voor nodig heb. Is trouwens de meest huge ass paskamer shoplog ever. Want ik pas bijna nooit iets. Maar omdat ik die wil passen, omdat die 35 is, dacht ik, nou, dan kan ik de rest ook wel passen. De flare t-shirt is heel mooi gemaakt. Maar de eerste indruk als je het aan hebt is misschien een beetje tuttig. Dus even kijken. Vond ik een heel grappig ding qua lijnen. Is denk ik te klein. Deze is heel groot. Maar ik weet niet of die net blijft hangen. Want dan is die wel heel cool.
En dit ding hing bij de grote maten. Je kan het nu wel even aan doen. Ja, dit is wel een heel leuk ding. Maar ik ben deze vrouw gewoon niet. Maar ik zou het wel heel cool vinden als iemand dit zo aan zou hebben. Maar ik ga dit niet aandoen. Te bohemian. Kijk, dit is het breedste punt van mijn heup. Dit is dus heel cool qua silhouet, maar je moet dan wel een riem omheen. En het ziet er niet goed uit van achter, volgens mij. Nee, ik denk dat deze moet laten gaan. Ja, kijk, ik heb dus nu even een riempje eromheen gedaan. Ja, het is wel zo'n coole lengte, hè? Ja, ik twijfel toch hoor. Of zo, hè? Kijk, met mijn laarzen. Ze zitten perfect. Echt helemaal mijn maat. Ja. Deze rok is zo mooi. Die wil je sowieso ook wel hebben. Kijk, die stof is heel mooi dun. Ja, het is zo cool als ik dacht wel. Ja. Ja. Het soort laars wat ik wil bij heel veel tuttige kleren. Die rok is mooi, hé? Precies de goede lengte. Ja. Heel mooi, maar ik weet niet. Ja, €35. Is op zich wel een leuke kleur, vind ik. Of niet? Die mouw is perfect, de neklijn is mooi. Gewoon heel chic. Dit is leuk, maar dit ga ik denk ik niet aandoen. Dit is zo moeilijk, want een gestreept shirt is altijd ja bij mij. Deze mouwlengte, de kwaliteit, de neckline is goed, maar dat dit zo geruffeld, dit zo irregular is, maakt het een beetje tuttig, of niet? Ik ga het gewoon niet aandoen, denk ik. Kijk, dit is een heerlijk dingetje. En niet ver van ons huis heb je een natuurgebied waar ook van die knotwilgjes zo langs het water staan. Dus het doet me erg aan mijn buurt denken, maar net dat knotje niet lekker getekend. Hè. De rest wel. Hier hangen allemaal merkwaardige prints. Mooi, maar niet vrolijk. Deze vrouw ook heel mooi, maar ook wat somber. Gewoon heel veel leuke dingen hier. Dit is echt een leuke winkel en je betaalt ook meer, maar ja, ik wil altijd voorzichtig zijn met... Ik wil wel voorzichtig zijn met zeggen, oh, het is te duur, want aan de andere kant, het zijn ook echt mooie dingen. Alleen als je op een koopje uit bent, dan is dit niet je winkel, maar als je van unieke stuks zou, is dit zeker je winkel, dat stikt er. Oeh, wat is dit? Een soort Manet-achtig. Monet-achtig. Deze is heel leuk bij Sydney, bij de bloemenwand. En die kan daar perfect boven. Nou, en die is dan maar €3,15. Dus niet alles is pricey. Oké, jongens. We gaan afrekenen. Weg hier. Ik heb zoveel. Ik ben heel blij met wat ik heb. Ik heb alleen nog nooit zoveel geld uitgegeven in de kringloop aan kleding. Wel eens natuurlijk aan een bankstel of... Maar, god, wat voor mooie dingen. Hoe verzin je het, hè, in de kringloop? Hele vette laarzen. En die zijden top, ja. Denk je, kringloop, ja. Nee, ja, ik vind het heel bijzonder. Ik ga thuis laten zien wat het allemaal is geworden, jongens. En ik ga nu door naar de volgende kringloop. Maar dat zie je in een andere vlog, want deze is lang genoeg. Update. Ik heb nu Jack Aunt Jackie gekocht, deze.
En veel te veel erin gedaan. Dus de vorige keer zat mijn haar voor geen meter. Dat hebben jullie niet eens gezien. Dat was in het weekend. En heb ik bij de kruidvat dus deze gevonden. Dat is degene die meid van Lila mij sowieso adviseerde. En het is ook Lila. En dat zit er nu in samen met leave-in conditioner. En nu voelt het zeg maar niet vet. Maar wel helpt het om het iets sneller wat slierteriger te krijgen. Want ik heb het gisteren gewassen. En normaal zou het dan nu echt nog een pluizie zijn. Ja, het komt nu net uit een knot. Dus jongens, ik ga even die laarzen aandoen met deze broek. Die laarzen zijn gewoon echt massive en grof en statement. En ze lopen heerlijk en ook ja, comfortabel. Dus ik ben zo benieuwd of ik dit nou ga aandoen. Veel. Ik zat net te editen dus. Dus alles wat jullie nu hebben gezien hiervoor, heb ik net ook weer gezien. En toen dacht ik, oh, die korte broek had ik wel moeten doen. Die staat wel cool. En dat gestreepte t-shirt eigenlijk ook wel. Ik had gewoon al te veel. En ik ben heel erg verkouden. Richie ook. Vannacht om 3 uur opeens wij allebei zo, wat is dit? Dikke verkoudheidsaanvallen. Richie is niet meer slaapgevallen, ik nog wel. En hij stuurt nu net een bericht aan iedereen op kantoor. In het OV. Iedereen sniffing. Dus ik hoop dat jullie dit niet krijgen. Ik ben nooit verkouden, dus ik was alweer vergeten hoe irritant het is. Ja. Nieuw look. Ik vind dit dus echt high fashion. Ik ging dus echt zo googlen van Pinterest en street pictures. Niemand heeft dit aan. Ik dacht toch echt al wel dat iemand in New York of zo dit als een soort van look had bedacht. Maar ik heb nu dus deze broek die er een beetje in kan. Dat natuurlijk met, hoe heet het? Rokken en jurken. Ik heb nu op ze straks. Doe ik hem even in het midden. Rokken en jurken, maar het kan natuurlijk ook met broeken. Adidas broeken en zo ook. Heb ik net al die skinnies weggedaan. Erg. Want die hadden hier wel weer leuk ingekund. Ik heb nog wel een paar straight legs. Die kunnen er ook wel in. Het is ook gewoon heel leuk. Dit is ook heerlijk. Oh. Dit is toch gewoon geweldig. Het loopt dus lekker, hè? Ik vind gewoon vooral dat metaal heel cool. Ik vind van accessoires voor de laars. Dit is ook een vet goede oplossing voor mij voor leggings en zo. Omdat ik echt niet draag. Normaal gesproken echt niet draag. Heel mooi. Oh ja, ik ging dus opzoeken. En echt overal online. Dit model kan ik niet eens vinden. En kijk, deze spreekt mij meer aan dan die met die gesp en die veters. Dat vind ik dan weer net te veel gothic. Maar dit voor mij is eigenlijk een motorboot. Met extra's. Andere dingen van New Look zijn echt. New Rock zijn echt heel erg. Ja, thematisch bijna. Alsof je verkleed bent. En met verkleden ben je bij mij het verkeerde adres. Ik ga dit peperdure vriendje even opzoeken. Want dit is echt de top of de bilzijde kwaliteit die ik kan hebben. Ik ga even kijken wat dit nieuw kost. Of staat het er gewoon nog in? Oh! Het staat er nog in? Ik had het kaartje helemaal niet open gedaan. Oh, zie je? Ja, €298. Ja, dat betaal je gewoon dus voor zo'n kwaliteit. En dan is 35 eigenlijk weer helemaal prima. Ja, en deze rok was veel betaalbaarder. Volgens mij echt gewoon 5,95 of zo. Net, ja niet net zo blij, maar ook heel erg blij mee. Bij elkaar vind ik het ook prachtig. Echt een chique combinatie. En deze. Deze ga ik nu even voor jullie aandoen. Het is een flare. Een beetje 60s, 70s descent. Ongedragen. Van Divided. Is het leuk met deze laarzen? Nou, dan kunnen we ook meteen zien hoe die staat met een broek over de laarzen heen. Oh, dat kan. Dat kan, maar ik weet niet. Ik denk niet dat ik dat snel denk ik met laarzen zou dragen. Natuurlijk gewoon één grote verkleedpartij, hè, de kringloop. Dat zei die man ook die tegenkwam. Dat zei Bert ook. Die dus door die vlogs ook is gaan experimenteren. Een andere kledingstijl heeft ontwikkeld. Misschien wat altijd al zijn smaak was, maar wat hij dus eerder niet droeg. Ja.
Kijk, het is een kleine, het is eigenlijk meer een bootcut dan een flare. Maar die laars kan er precies onder. Dit, het is een low rise. Ja, ik vind het dessin ontzettend leuk op een jeans. Ja. Ja, deze was denk ik ook, wat zei ik op beeld, 5,95. Had ik wel gezegd dat die laarzen 75 waren. Heb ik dat ooit wel genoemd? Ik ben heel blij mee. Ik ga nu even het schilderij laten zien waar dat komt in Sydney de Kamer. Want ik heb daar een wand met bloemenschilderijen. En daarboven is nog één plek waar volgens mij dit dus precies past. Dit is trouwens deze. Echt van die impressionisme kleuren. Monet-achtige kleuren. Het is ook heel leuk ingelijst. Dus het doek is om deze lijst heen gespannen. Je hebt drie haakjes om het op te hangen. En dat was dus €3,15. Ja, dit gaat gewoon makkelijk. Die gaat erbij. Ja, dit is de bloemenwand. En deze kan dus precies hier. Dan is eigenlijk dus dit deel ingekleurd. Zo. Wat leuk! Deze en die achterste hebben met elkaar te maken qua stijl. Oké, dus die gaan Richie en ik later ophangen. Dankjewel voor het kijken. Ik ben benieuwd wat jullie duurste kringloopaankoop is geweest. Nou, eigenlijk niet duur, maar van het hoogste bedrag. Want duur zou betekenen dat het niet waard is. Maar ik vind deze stuks, die laarzen en die top, het zeker waard. Dus wat is het hoogste bedrag wat jullie aan een kledingstuk hebben uitgegeven in de kringloop? En wat was het? Deel dat even met ons. Jongens, in de volgende vlog zie je het vervolg van mijn tour. En een hele mooie dag gewenst. Bye!